Hey, hallo, daar zijn we weer. Allemaal de beste wensen voor 2020. En eens kijken of in dit nieuwe jaar ons kabinet het dit keer wel lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen. Bent u een beetje tevreden met hoe het kabinet het doet? In welk opzicht? Nou, wat denkt u waar ik op doel? Nou, ik vind dat het kabinet het heel goed doet, dat er een heel aantal mooie maatregelen zijn genomen voor de economie. Maar ik denk dat u doelt op de migratieproblemen. Ja, en het terugkeerbeleid wat geen terugkeerbeleid blijkt te zijn. En het terugkeerbeleid, en daar ben ik natuurlijk niet tevreden over. Er zijn altijd wel dingen die niet goed gaan en dit is daar misschien een voorbeeld van. Ja, best wel een extreem voorbeeld. Er zijn ook heel veel Nederlanders die gewoon bezig zijn met, krijg ik er geld bij dit jaar, kan ik de zorgkosten betalen, kan ik een huis vinden. Als je iedereen maar hier laat of je ze kwijtraakt, dan kunnen we die zorgkosten op een gegeven moment niet meer betalen, meneer Paternotte. De VVD en het CDA zijn dus echt zeer onbetrouwbaar op dit punt, op wel meer punten, maar op dit punt ook, over de terugkeer van asielzoekers. Dat mislukt volledig en dat komt omdat de regering het lef niet heeft om de landen in kwestie, Marokko, Irak, aan te spreken. En daardoor blijven de mensen hier, terwijl ze helemaal geen recht hebben om in Nederland te zijn. Je moet toch gaan zitten met die landen en zeggen, ja, jullie moeten je mensen terugnemen. En dan zeggen zij, ja, dat willen we wel doen, maar dan moeten jullie dit of dit doen of zo. Dus dan ga je een soort onderhandeling aan. Hè? Dat is toch heel gek, want dat zijn mensen die eigenlijk geen recht hebben om hier te zijn. Die geen kans op een verblijfsvergunning hebben. Dus dan horen ze toch bij zo'n land. Dan valt er toch niks te ruilen. Is het gewoon hier. Ze zijn voor jullie, het is voor jullie, hou ze maar. Ja, maar ja, dat kun je zeggen. Dat klinkt heel goed. En ja, dat klinkt als kabinet. Dat klinkt als kabinet, maar vervolgens gebeurt er niks. Marokko zegt, bekijk het maar, we nemen die mensen niet terug. Het zijn veelal overlastplegers, dus Marokko vindt het allang best dat ze hier in Nederland zitten. En dat betekent dus dat al die stoere taal van de VVD en het CDA geen stuiver waard is. Dat is een, ja, best wel een paradepaardje van de VVD, uw eigen partij. Die eigenlijk gewoon het niet kan. Het lukt ze niet. Het lukt niet. Ze zijn er al 2 jaar mee bezig en het lukt niet. Nou ja, dat is precies waarom ik ook gezegd heb. Het is 5 voor 12. We hebben nog een 1,5 jaar voor deze regeerperiode. Op alle ministeries die hier wat aan kunnen doen, moet hier met prioriteit aan gewerkt worden. Ja, maar er is zo hard over geschreeuwd. En nog steeds, wanneer de jongen die erover schreeuwt, willen maar zoveel mensen. Alleen, het zijn op de nut alleen maar loze woorden gebleken. Bent u niet ontzettend boos op uw eigen partij? Nou, ik ben vooral heel erg, ik zou bijna willen zeggen activistisch. Ik ben heel erg gemotiveerd om te doen wat nodig is om voor elkaar te krijgen dat we dit probleem oplossen. Dus in ieder geval moeten we gaan uitvoeren wat er in het regeerakkoord staat. Maar ik wil ook nadenken over een fundamenteel ander asielstelsel. Waardoor mensen niet meer vanuit Marokko naar Nederland kunnen komen überhaupt om asiel aan te vragen. Aan de grenzen dicht? Nou ja, omdat ze dat in de regio zouden moeten doen. Als je het nou zeg maar gewoon bij de bron aanpakt. En gewoon die grenzen gaat bewaken. Dus kijk wie er binnenkomt en zegt, nou ja, je hebt sowieso geen kans om hier binnen te komen. Doei. Dat doen we ook, hè? Ja? Nou ja, die mensen over wie we het hebben, die zijn in no time uitgeprocedeerd. Of nou Albanese of Marokkanen. Nog krijgen we ze niet terug. Het zijn over het algemeen vrij kansloze asielzoekers. Maar ja, dan moet het land inderdaad waar ze dan naartoe terug gaan wel hen inderdaad binnenlaten. Dingen die we in het regeerakkoord hebben staan, namelijk dat je mogelijk ontwikkelingsgeld niet meer zou moeten gaan verstrekken aan landen die niet meewerken aan terugkeer. Landingsrechten mogelijk zou moeten gaan intrekken. Visa niet meer zou moeten gaan verstrekken van hoogwaardigheidsbekleding. Dat alles wat in dat regeerakkoord staat, hè? Staat dat we dat ook gaan doen. En dat lukt dus niet, want ja, de staatssecretaris is niet eens welkom, jou als toerist. Nou ja, dan hoor ik verschillende ministeries zeggen tegen Nieuwsuur, ja, dat doen we dan niet, want er zijn diplomatieke belangen. Dat vind ik te makkelijk. Je moet toch iets van diplomatieke verhouding waarin je probeert met elkaar afspraken te maken. En sommige landen doen dat heel goed. Landen als Spanje en zo, die krijgen echt wel hun mensen teruggestuurd. Er is een diplomatiek belang, maar er is ook een belang van de Nederlandse samenleving. En namelijk dat we willen dat mensen die geen recht hebben op asiel, dat die echt ook vertrekken. Dus wat mij betreft, al is er misschien een keer een diplomatiek belang, moeten we ook stevig durven te zijn richting dit soort landen en meer dit soort middelen gaan inzetten. Je kunt wel blijven roepen van ja, maar dat klopt allemaal niet en dat is een smoesje en je bent het verplicht en ze horen hier niet, ze horen daar. Daar ben ik het overigens allemaal mee eens. Maar daarmee het probleem nog niet opgelost. De tijd van lief vragen is wel een beetje voorbij. Het is, dat was het toch al aan het begin van deze kabinet? Nou ja, je hoort dan ook mensen zeggen je moet heel voorzichtig met Marokko omgaan en huh? En diplomatiek handelen en diplomatiek rustig met hen om tafel gaan. Ja, dat zijn de GroenLinksers, dat zegt een Bram van Ooyek bijvoorbeeld. Ja, en ik vind dus dat die tijd voorbij is en dat het heel goed is geweest dat de Broekers gezegd heeft, ik ben de staatssecretaris van asiel, ik wil jullie op gesprek, want ik wil dat ik wel deze mensen kan gaan terugsturen. En die wordt gewoon vierkant uitgelachen. En een schande dat ze geweigerd is door Marokko. Je moet er iets voor teruggeven. Als je het niet wil, ook goed, maar dan blijft het bij stoere praatjes.
Ja, eigenlijk blijft dat wel heel scheef. Je iets moet teruggeven, waarom? Je geeft die mensen terug. Nou ja, Marokko zegt dan bijvoorbeeld, ja, hoe weten we zeker dat het Marokkaanse burgers zijn, hè? En dat is vaak een, ja, eerlijk gezegd, een smoes natuurlijk. Oh, toch wel? Ja, zeker. Maar ze zeggen het wel.